je zo'n strunen. Hé, meisje? Zien jullie wat dat is? Dat zijn telefoons. Driemaal. Een hele goede morgen. Ja, het is vandaag alweer donderdag 13 augustus. Gelukkig is dat niet vrijdag. En we leven om 10 uur 39. En ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, Kandal die zit voor buiten, als die de mensen er nog weet. Even koekeloeren. Nee. Is er niet meer. Jawel. Op parkeerterrein. Daar. Kandal. Hi man. Kandal, ja. Gaat hij achter de auto langs. Ja, hij is heel even binnen geweest, want hij wou verder niet. Hij heeft een klein beetje gegeten. Ik heb het nou maar in de koelkast gezet. Ewing die legt momenteel steeds in de wc op de deksel. En ze heeft ook de eten daar maar gekregen. En Rijka die is buiten. Ik heb nog gelukkig schaduw. Maar waar ze is, weet ik niet. Oh, ze is aan het strunen. Hé, meisje? En bij de poort is het 47 graden. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik hoop wel. Kijk eens de mooie achtergrondwindow weer uit. Wow, wat mooi. Ja. Dus ja, ik ga ook natuurlijk vandaag weer aan het werk. Want het is te warm om weg te moeten. Dan alleen nog met de Rijka eruit. Maar ik zit ook weer te wachten op een pakketje. Ja, dat ja, die tijden. Ik moet mijn telefoon weer even hebben. Eens even zien waar ik dat ook weer heb. Die moet ik hebben. Dat is Albert Heijn. Nou, wat dit is. Akkoord, nou, simpel. Je eigen fotokaartje heb ik niet. Wat moet ik met een fotokaartje? Boeien, lekker belangrijk. Zoek je pakket. Daarnet had ik hem nog, hè. Vandaag tussen 10 uur 25 en 12 uur 25. Dus ja, het kan nu komen, maar het kan ook nog eventjes duren. Maar ja, het is nou bijna 10:45 en dan durf je ook niet weg, omdat het tussen nu en, tenminste tussen 10:25 en 12:25 kan komen. Nou, ik hoop dat hij ook weer lekker bij tijd is. Net zoals van de week met mijn externe harde schijf. Want dan kan ik straks met Rijken even nog lopen, voordat het te heet wordt. Maar ja, oké, ik heb een lekker bakje koffie staan. Je eigen fotokaartje. Met je telefoon maak je een foto. Of kies er eentje. Schrijven en versturen kan direct uit de app. Simpel toch? Wat moet met een fotokaartje? Ja, dat begrijp ik even heel hoor. Je eigen fotokaartje. Ja, wat moet ik daarmee? Ik zal hem ook maken. Ja, dom gedoe. Maar oké, we zullen het beleven. Komt goed, ik ga dat nou echt niet doen. Komt goed. Nee hoor, dat vind ik niet nodig. En dat was mijn elleboog die knak zei. Maar oké. Ik zag een palingstarretje zwiebelen. Oh, de Rijka, ja.
Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, het is bloedje, bloedje heet. Hou je rustig, houd je kalm, houd je koel. Niet te koud water nemen, maar gewoon wel wat uit de koelkast komt. Maar drink het voorzichtig op. En wil je eigenlijk zelf nat maken, moet je niet met zodanig koud water doen dat je daarvoor terug kan schrikken. Want dan heb je ook weer kans op een hartverlamming. En dat wil je niet. Nee, doe rustig. Gewoon kalm aan. En het beste is dan lauw water. Ja, koel je ook vanaf. Gewoon dat het wat handwarm water. Ja, dat koel je ook af. Doe ik ook. Niet te koud. Nee, kun je schrikken. En dat wil je toch niet? Nee. Ik weet wel dat er ergens al in andere delen van het land regent en onweert. Het is ons ook beloofd dat wij vandaag ook regen gaan krijgen en et cetera. Nou ja, momenteel is het nog niet te zien. En het mag ook voor mij nog wel even weg blijven ook. Doe dat maar vanavond wanneer je niet meer naar buiten hoeft. Zo simpel is dat. En dan s'avonds laat weer even droog wanneer je weer met de honden naar buiten moet. En daarna mag het weer plensen. Ja. Ik zeg altijd, voor mij mag het overdag prachtig mooi weer wezen. En dan s'nachts het slechte weer. Hebben wij wat? Hebben de boeren wat? Ja toch? Zo is dat. Maar oké, geniet vooral van het weer. En ik zou zeggen, we spreken elkaar snel weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben er weer even. Het heeft langer geduurd dan van de week, tot het pakketje kwam. Ja, het is nu 12:31 en ik heb het net in ontvangst genomen. Deze douche, ja, hij kon dus niet door het raam, nee. Dus ik moest hem eventjes, zeg, loop maar even om. Daar in ontvangst genomen. En wat erin zit, nou, dat zullen we beleven daar maar neerzetten. Hoppata. En dan zullen we kijken. Zo dan. Grappig doosje. Kun je een fruitmand van maken, zo wat. Leuk doosje. Maar dan heb ik nog een doosje. Zullen we eens zien hoe die weer los moet? Ook met plakband of zo? Nee, hier zit een strookje. Dan moet hij wel alles mee willen nemen, dat doet hij niet eens. Aan deze kant zit ook een strookje. Nou, dat zit wel muurvast. Maar hij gaat los. Voilà, voilà, voilà. Over. Zien jullie wat dat is? Dat zijn telefoons. Driemaal telefoons. Ja, de hoofdtelefoon. Eentje voor boven. Eentje voor hier op de tafel. Snoeren, boel en alles. De klepjes met de batterijen. Maar er zitten verschillende batterijen in, kun je nagaan. Raar is dat, hè? Twee met blauw en één met. Nee, het zal me een worst wezen. Het snoertje vol. Maar ik ga het nou niet aankoppen. Nee, dat is mij te warm voor. En daarbij, hoe heet het? Moet het bureau weer naar voren hebben. Nou, dan moet het wel een aantal x graden koeler zijn. Ja. En niet zo bloedje heet als nu. Dus ja, ik ga hem echt niet aansluiten. Dat doe ik niet. Dat begrijp ik niet aan. Nee. Dat is mij een beetje te heet van het goede. Ik pak hem weer keurig netjes in. En ik moet nodig met mijn meisje uit. Dus ik ga lekker eerst met mijn hoofdje wandelen. Ja, boekje erin. Zo, die weer dicht, die weer dicht.
staat 2 jaar garantie op van die telefoon. Er zit blauw licht in de oude. Van het blauwe licht wat je ook op de openbare toiletten vindt bij stations. Dat je je aderen niet kan vinden. Nou, ik kan daar de nummers s'avonds niet in zien. Als er iemand mij belt, ik zie niet wie het is. Dat ziet zo slecht. Iedere keer de problemen mee. Nou, dat wil je niet hebben. Dus ik zei tegen Karen, ik moet een nieuwe spullen hebben, want ik word er gek van. Plus, ik had bij het antwoordapparaat ingesproken, iets heel leuks. Ik heb hier op een gegeven moment storing. Of het nou telefoonstoring was of een stroomstoornis. Want dan valt dat ook natuurlijk weg. Want je hebt geen stroom. Iedere keer de problemen mee. Dat het wegvalt. Dat het niet meer instaat. Dat hij dat niet onthoudt. Nou, hij moet dat kunnen onthouden, vind ik. Ja, toch? Nou, en aangezien dat de kijkshop weg is. Daar heeft mijn man deze nog vandaan gehaald. En zo oud is die ook alweer, hè. En ik zeg, nou, ik moet deze twee maar een nieuwe. Nou, zegt ze, dat kan nu wel. Ik zeg, wat nu? Ik moet hier het geld hebben. Nou, zegt Karin, u kunt toch ook betalen achteraf? Ja, reed gelijk in, maar dat ben ik niet gewend. Maar ja, dit keer dus wel, maar de volgende keer dan gaat het... Nee, dan wil ik eerst wachten tot ik geld heb en dat ik dan groen licht geef, weet je. Maar het gaat gewoon met die telefoon, heb ik meer problemen mee dan gemak. Dus dan zeg ik dan maar een nieuwe set. Ja toch, ook boven moet ik aan de sleep. Want daar heb ik er ook eentje staan, daarom heb ik er 3. Hier staat er 1 op tafel, eentje op mijn bureau. En dat is die hoofdtelefoon. Die staat op het bureau, dat is nummertje 1. En dan nummertje 2 gaat hier naartoe en nummertje 3 gaat naar boven toe. Dus ja, ik ben er helemaal wel blij mee, zeker weten. Het heet een gigaset, nou ja, ook dat weer. Ja, ook dat weer. En ja, deze zijn een beetje boller in de hand dan deze. Deze is, ja... Maar ja, we zullen het beleven. Die gaat in ieder geval niet weg, want dan heb je altijd reserve. Ja. Dus. 20 minuten. Oh, dat bandje wat erin zit. Ik ken 20 minuten boodschappen op. Nou ja, het zal. Ik hoop dat deze wat duidelijker is, et cetera. Nou, weer een mooie doos. Kan ik weer spulletjes in de ruimen. Even zien hoe het er zo moet zijn. Zo, en die zet ik gewoon. Als jij naar daar gaat, dan zet ik die daar neer. En dat petje van Rijka daar. Hup. Zo, dan kan jullie gewoon ook weer naar achteren toe. En die telefoon, die komt wel wanneer het een heel eind cooler is dan dat het nu is. En ook in mijn huis. Want je gaat nou niet staan te werken met een bureau naar voren te schuiven om de oude telefoon er weg te halen. Want ik moet eerst breekbaar spul eraf halen. En mijn mannetje en mijn schoonmoedertje uiteraard. En dan bureau naar voren schuiven. Nou, dat moet ik wel in mijn eentje doen, hè. Ja, dus ik moet mij met mijn lichaam ook goed voelen. Ja. Dus dat, of ik moet even een van de buren vragen, maar ik heb dat wel het alleen, weet je. Laat me lekker maar aanmodderen. Ik moet dan wel een aantal dagen de rekening weer betalen met mijn lichaam, maar wat ik zelf kan, wil ik zelf doen. Ja, .nl. En nu ga ik lekker met Rijka lopen, lekker in de schaduw, langs de gracht. Eventjes eruit, even een frisse neus halen op de gracht. Daar is het altijd lekker cool, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik moet een beetje harder gaan schreeuwen, want we zijn weer met... Nou ja, ik laat het jullie wel zien, ja. Hoef ik het niet te zeggen ook.
Ja, ja. Dus, daar zijn ze mee bezig. En ja, ik doe nou toch het raam dicht, want ik hoef geen inbraak te hebben. Dus gaat die dicht. Ja, toch? Dat, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker van alles wat jullie doorgaan. Van het mooie weer, zolang het nog mooi weer is. Er is regen en onweer voorspeld voor vandaag. Maar wanneer dat komen moet, ja, dat is mij ook de vraag. Je kan buienalarm in de gaten gaan houden. Maar het gebeurt hier ook wel eens, dan wordt er regen voorspeld boven Den Helder. Maar ik zie geen regen. Ja, de zee behoort ook bij Den Helder of bij Texel. Maar het ligt er maar net aan welke kant het valt op zee. Maar dan heb je in bovenland geen last. Nee, dat is wel leuk, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ik ga er even vandoor en ik zeg tot later maar weer hoor. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 17:39, dus 6:30 geweest. Ik heb een vlog in elkaar weten te zetten. Het programma werkt er zomaar mee. Alleen had ik zelf een fout gemaakt van de week al eerder. Ik was één vlog vergeten een datum erbij te zetten. Dus ja, automatisch vergeet je hem dan ook te renderen en te doen. En dan zie je hem wel staan. Oh ja, dan moet ik nog even weer luisteren. Ik moet de datum weten. Was ik al twee vloggen verder. Dus ik wist 1, 2, 3 niet hoe ik dat weg moest halen. Ik denk, nou, dat doe ik op mijn manier. Gewoon deleten die troep. En ik plak straks er wel weer opnieuw erin. Eer die ik niet had gedaan. Want die moet eerder komen dan die andere. Dus dat heb ik nou allemaal gedaan. Dat zit allemaal op YouTube. Dus dat is klaar. Ik loop nou enkel één vlog achter. Nou ja, morgen weer een dag. Het is ook vreselijk warm. Ik heb momenteel de deur dicht. Die heeft vanochtend wel open gestaan. De keuken staat nog wel een raam open. Maar dan heb ik het gordijn dicht. En ik heb Eeuwen en Kandalf achter de deur. Allebei boven, veilig en wel zonder zonneschijn. Ja. Gulster heet. Rijker die begint dan wel weer te vragen. Vrouwtje, ik moet eruit. Oké, dus ik zal moeten. Heet of niet heet. Maar ik ben wel blij. Althans, het is Nederland. Je weet het nooit. Dat het morgen weer wat koeler zal zijn. Maar ja, kan het ook fout hebben. Je weet het niet, hè? Nee. Ik ga vanavond ook eens eventjes weer met mijn moderatrices en mijn medebeheerder rondom de tafel zitten. Van, er moet weer even iemand erbij komen, want Rens is opgestapt uit zichzelf. Nog een lieftallige dame, die heeft iets met haar hondje. Daar heeft ze heel veel zorgen om, etc. Nou, die is verteld van, nou, schat, probeer dan wat rustiger aan te doen. En dan met een paar weken weer bekijken of dat lukken wil. Ja, neem je tijd voor je hondje. En als het allemaal lukken wil en het gaat goed, nou ja, dan blijf je gewoon. En zo niet, dan kun je er alsnog uitstappen en doe je hetzelfde wat die en die voor ons doet. Nou, dat was goed, maar dan heb je wel weer meer moderatrices of moderatoren nodig. Maar ja, dat wachten we af. Ik wil daar zekerheid voor hebben, want ja, omdat ik ook plaatjes maak. En ook plaatjes maak om nieuwe leden te verwelkomen met in het plaatje de gezichten van het beheer. Dat ze weten met wie ze te maken hebben, om ons voor te stellen. Dus ja, daar ben ik iedere keer mee bezig. Maar het is niet leuk als ik op het laatst krijg te horen van, ik nok weer mee, ik heb er geen zin meer in of wat dan ook. Nee, we moeten iemand hebben die er ook echt voor wilt gaan. Dus ben jij die aangewezen persoon die er echt voor wilt gaan. En die wilt communiceren in de vergaderruimte. Meld je maar aan als je 50 plus bent. Ja, meld je maar aan. Maar denk eraan, ik ben het hoofd ervan. Dat is wat het is, communiceren. Overleggen met je collega's en met mij.
Ik ben er alleen nog in de avonduren. Wacht op mij of bel. Simpel. Ja, ze hebben mijn telefoonnummer, ik heb hun telefoonnummer. Klaar. Dat kun je privé dan van me krijgen. En voor de rest, simpel als ik weet niet wat. Hè, Rijker? Ja. Dus ja, voel je geroepen om ons bij te staan in een groep, club, de club van de 50-plussers, van meer dan 25.000 leden. We gaan op naar de 26.000 leden. Voel jij je geroepen en er sterk genoeg voor om ons te helpen? Want, denk erom, de leden zijn niet misselijk. Nee. Je kan verwachten dat je een emmer met stront over je heen gegooid krijgt. Dat jij de schuld krijgt van iets wat een ander heeft gedaan. Een medelid of wie dan ook. Of Facebook, de hogere hand. He, die doen ook wel eens iets zoals jou blokkeren. Hebben wij het niet eens niet gedaan. Nee, maar je wordt wel geblokt. En dan kan je enkel dingen zien, maar je kan niks meer doen. Nee, maar dan is het enkel op je eigen tijdlijn. En voor de rest mag je bij een ander niks meer doen. Doen wij het, dan mag je wel in andere groepen nog steeds alles doen. Ja, en dan kan je ook niet meekijken. Enkel met een sanctie kan je wel kijken, maar dan kan je niks plaatsen. Je kan wel kijken, maar niks plaatsen in de groep. Maar in de andere groepen weer wel. Word jij geblokt door Facebook, kan je alleen nog op je eigen tijdlijn en in Messenger praten. Maar verder is nergens. Daar ben je van afgesloten. Voor onbepaalde tijd. Dat krijg je wel door van Facebook voor zo lang. Voor mijn part, ik noem maar even wat, een week of 3 weken. Maar in ieder geval, dat krijg je van hun wel te horen. Maar dan hebben wij dat niet gedaan. Nee, en dan is het jouw eigen schuld geweest. Dan heb jij wat geplaatst wat Facebook ziet en dat niet tolereert. Zo is het nou eenmaal. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet lekker van jullie avond. Doe wat je doen wil, doe wat je doen moet. En we zien elkaar. Ik zou zeggen, geniet ervan. En laat op de avond natuurlijk, als je slapen kan met die hitte, wel trusten met mooie dromen. En aan de andere kant van de nacht weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Nu, lieve vrienden, het onweert, althans het weerlicht, met in de verre verte rommel de bommel. Het is ook al heel erg laat, zeker vroeg. Het is 3:26 in de ochtend vroeg. Wel mooi, hè? En het is nog zo warm. Mooi, hè? Dat wou ik jullie toch even nog laten zien voordat ik slapen ga. Zo zeggen, lieve vrienden, voor de tweede keer, wel trusten en tot over een aantal uur.